Goedenavond, hartelijk welkom. Ik zie in de chat iets, maar als het goed is, gaat Lisette het bijhouden. Mocht iets belangrijks zijn, Lisette, dan tip je mij eventjes. Wij zitten hier op ons home office, thuiskantoor. Heerlijk. Ik heb net een leuke post gemaakt op Insta over hoe fijn het is om samen met je partner te werken en vanuit thuis te werken. Schenk er even een glaasje water in. Ja, we hebben vanavond de follow-up van de kick-off. Laat jij mensen toe, Lisette. We hebben een follow-up van de kick-off vanavond. Wat wij zondag gehoord hebben in 4 uur, krijg ik weer in 1 uur te doen. Dus ik ga weer heel snel praten. Maar ik hoop dat jullie mij toch verstaan. Mochten er vragen zijn, zet het even in de chat. Dan kunnen we dat sowieso even naar de hand bespreken. Ik wil ook even een presentatie geven. En zijn er vragen, schrijf ze even op voor jezelf. Na de presentatie wil ik ruim de tijd nemen voor Q&A om wat ideeën uit te wisselen en wat zaken te delen. Ik ga even mijn schermdelen stoppen. Nou, in ieder geval iedereen van harte welkom. Dag Suzanne, dag Sietske, dag Annemarie, dag Frans, dag Team Verwoerd, Celine, Martine. En dan zijn er nog een paar, maar die hebben volgens mij hun scherm niet aanstaan of een video niet aanstaan. Bianca die is bang om in beeld te komen, denk ik. Ah. Nicole is ook. Dag Nicole, hartstikke leuk dat je er bent. Ik ga de presentatie ook opnemen. Als ik tijd heb, dan ga ik het misschien ook nog bewerken en online zetten. Maar dan moet ik even kijken. Ik vind ook dat mensen voortaan moeten een beetje aanleren om erbij te zijn op de presentatie. Ja, de presentatie. Ik heb hem hier even met mijn scherm gedeeld. Iedereen ziet die nu. En we gaan het maar gauw van start. Ja, een round-up, een follow-up op de kick-off. Plus het toevoegde informatie die wij kunnen delen vanuit ons team. En ja, misschien wat call-to-actions daarin vermelden. Ik weet niet of iedereen de hele mooie nieuwe LR Collection al gezien heeft met de Tasty Caramel. De vloeibare fudge, zoals we hem al genoemd tot in de wandelgangen. Zoals de meeste mensen inmiddels weten, zijn er geen prijzen op toegevoegd. We hebben daar een aparte prijslijst voor. Die kun je downloaden, die kun je ook bestellen. Ik zou zeggen, bestel sowieso een paar catalogen voor jezelf en de prijslijsten erbij. Is makkelijk voor je klanten. En er is een aparte prijslijst, die heet partnerprijslijst. Die is voor ons partners, daar staan alle inkoopprijzen, PW's en GV's in. En in de prijslijst voor klanten staan natuurlijk alleen de verkoopprijzen. Dus kijk even rond. Wat misschien de mensen nog niet gezien hebben, wij hebben al een hele mooie previewbox gehad. Die hebben wij laten zien vlak zo voor kerst, onder de kerstboom. Toen mochten wij dit nieuwe product al uitproberen. Ik had verwacht dat hij het voorjaar kwam, maar hij staat al in de catalogus. En dat is deze. Je vindt hem ook. Ik zal even mijn potloodje aanzetten. Ik vind het altijd wel even fijn om een beetje mee te kliederen op het scherm. Deze. En dat is de nieuwe scheergel. We hadden vroeger scheerschuim en de scheergel. De scheerschuim die blijft erin. Scheercrème moet ik eigenlijk zeggen. Een van mijn favorieten. Ik kreeg deze binnen om te testen. En ik moet eerlijk zijn, in het begin vond ik het best een beetje raar. Ik moest er echt aan wennen. We waren nog geen vrienden. Maar ik heb hem nu een paar keer gebruikt. En we zijn nu echt vrienden geworden. Hartstikke glad geschoren. 50% aloe vera erin. Er zit heel veel extract in. Nog beter voor de huid zijn. Maar dat zijn details. Maar wat hier mooi in is. Is dat het clear and precise is. En clear and precise doen dus mee. Het schuimt niet. Dus je kunt heel goed zien. Als man of vrouw. Wat je precies scheert. En waar je wel iets geschoren wil hebben. En waar je niet iets geschoren wil hebben. Dus het is ook misschien wel voor degenen die heel erg willen shapen en ja, hun baard willen trimmen. Dus clear and precise, de vervanger van de gel. Geen geklieder meer met schuim op je gezicht. Maar transparante, hele fijne gel die heel fijn scheert. Dat was even de intro voor, ja, voor de nieuwe collectie. En daar staat natuurlijk de nieuwe caramel shake op. Ja, nieuw jaar, nieuwe start. Elk jaar januari beginnen we weer. Goede voornemens, goede wensen. Te doen voor jezelf, misschien ook voornemens. Maar zakelijk gezien is elk jaar januari de maand waarop het rest van het jaar wordt afgestemd. Als januari de basis is en januari is goed, dan kun je daarop bouwen en voortborduren. Begin je januari slecht, dan is het jaar meestal een vervolg van een slecht begin. En dat is zo mooi dat we altijd met LR een geweldige start kunnen maken met een prachtig programma wat voldoet aan iedereen's wensen. Want ja, weight management, een paar kilo's minder, staat er altijd internationaal in de top 3 van goede voornemens. Helaas gaan de goede voornemens binnen een paar weken alweer de prullenbak in. Daarom is het goed dat wij misschien wel halverwege nog eens extra komen met een boost om iets aan je gewicht te doen. En met een programma waarbij we mensen ook echt gaan ondersteunen en helpen
om echt iets goeds aan het gewicht te doen. En doordat wij het zelf al gebruikt hebben, zijn we natuurlijk nog meer overtuigd en kunnen we nog beter advies geven over die producten. Ja, wij zelf houden ervan inmiddels. Wij zijn dagelijks gebruiker van de Body Machine. Niet dat wij dagelijks aan het diëten zijn, maar wij gebruiken het eigenlijk altijd als ontbijt sowieso. En vaak ook nog wat tussen de middag als lekkere maaltijd, een gezonde maaltijd maken. Brood is niet altijd meer onze favoriet. En ja, we vinden het gewoon lekker en makkelijk en gezond. We vallen er ook nog een paar kilo mee af. Dus zorg voor je lichaam. It is your temple, zoals ze dat zeggen. En daar moet je zuinig op zijn. En we lezen veel te vaak om ons heen mensen van onze leeftijd al die slecht nieuwsberichten krijgen. Ja, en al op een te jonge leeftijd gaan lijden. We hoorden van week ook een mooie podcast over van een die hersenarts. Dat er toch heel veel mensen vanaf hun 55 plus al klachten gaan ontwikkelen, chronische klachten gaan ontwikkelen, waardoor ze eigenlijk, omdat we langer blijven leven, veel langer eigenlijk lijden aan onze ongezondheid. En dat is dan mooi dat je daar met allergische zaken kunt doen. Dus fit ouder worden is iets wat wij ja, echt meenemen in ons dagelijks werk en ons dagelijks doen. Wees slim, eet slim en maak je kans van. Fit leven is natuurlijk meer dan alleen het afvallen, maar ja, dit buikje is niet mijn buikje. Gelukkig niet, maar ik zat er stiekem ook wel een beetje tegenaan te hikken. Dat ik toch wel een paar kilootjes te veel had. Ik ben daar iets mee aan gaan doen. Sowieso natuurlijk de body mission, iets meer bewegen. En ja, daarna voel je je een stuk beter. En gewichtsbeheersing is een van de meest serieuze wereldwijde gezondheidsuitdagingen van onze tijd. Amerika loopt voor. Amerika is obesitas echt doodsoorzaak nummer 1. Voor het eerst in tientallen jaren. Zakt daar de verwachte levens, hoe heet het, hoe oud je wordt, zeg maar. Dat is altijd blijven stijgen doordat wij betere gezondheidszorg hadden, beter ziektes konden beheersen. Maar sinds kort zijn de leeftijdsverwachtingen dus aan het dalen in Amerika. En dat komt dus door obesitas, dat mensen jonger sterven door gevolgen van overgewicht. Dat is echt een serieus probleem. Ja, dit is natuurlijk ook wel heel serieus. 91% van de vrouwen ongelukkig is met hun lichaamsvorm. En dat 42% van de volwassenen probeert het gewicht te verliezen, 42%, en 23% te behouden. Maar als je dat met elkaar optelt, dan praat je hier over 65% van de bevolking is dus dagelijks met het gewicht bezig. Is dagelijks met het thema bezig waar wij iets heel moois voor kunnen aanbieden. Ja, en ik snap ook wel dat wij doen dat zelf ook wel eens. Dat je niet altijd de juiste keuzes kunt maken. Om de juiste voeding te hebben, om een gezonde maaltijd te hebben, om een lifestyle te creëren. Waar iedereen natuurlijk heel druk mee bezig is. Waar je ook heel veel op social media over ziet. Over lifestyle verbeteringen. Maar dat is ook een levenswijze aanpassen. En niet iedereen is het gegeven om daar gedisciplineerd mee om te gaan. Of gewoon weg omdat je misschien in je dagelijks leven daar de tijd of het geld niet voor hebt. Stress, weinig tijd om voeding klaar te maken, tussendoor hapjes, zijn meestal niet de juiste keuzes. En dan is nog een punt dat voeding steeds duurder wordt. Vorig jaar de prijzen tussen de 13 en de 20% gestegen. Nederland zat er tussenin met 18% is voeding gestegen. En wat ook nog heel vervelend is, dat het vaak juist gezonde voeding duurder is dan ongezonde voeding. Waardoor je ook misschien wel makkelijker gedwongen of makkelijker keuzes maakt om de verkeerde keuzes te maken in de winkel. Puurweg vanwege de prijs en je budget. Ook daar kunnen wij natuurlijk iets tegen doen met ons programma. Ja, goede voedings. Oh, een blikje. Ik had even iets niet goed hier. Goede voedingskeuzes zijn goede investeringen. En ik denk dat we daar nu mee moeten beginnen en niet als het te laat is. En heel veel mensen die ja, maken keuzes pas als het te laat is. Dus wees slim, eet slim en maak er ook jouw opportunity van. We hebben nu een hele mooie kans om er iets mee te doen. En yes, we hebben een nieuw product. Een hele grote kick-off georganiseerd om één shake. Nou, dat is natuurlijk niet het verhaal. Alhoewel de shake wel heerlijk is. Wij mochten hem al iets eerder proeven. We hadden hem al een keer als proefpakketje gehad. En we hebben er stiekem al heel erg van genoten. De bus was al op voordat de kick-off begon, moet ik zeggen. Ik ben sowieso favoriet en fan van karamel en karamelzeezout. Ja, wij mogen ze overal in stoppen. Alleen dat is niet de juiste keuze.
Maar nu hebben we een tasty karamel zeezout shake. En ja, hij is heel goed ontvangen. Niet alleen door ons, maar ook op de kick-off. Heel veel mensen hebben kunnen proeven daar. Kregen een bus mee, ook als geschenk, omdat ze op de kick-off waren bij de aankoop van hun set. En zijn nu thuis al volop aan het testen en aan het genieten van die shake. Shake is gewoon een heerlijke toevoeging aan smaak. En het fijne is dat je met deze extra shake nu 9 smaken hebt, 9 variaties hebt. Van hartige soepen tot en met de zoete shakes en een crunchje. En allemaal om een stukje af te vallen en een stukje iets aan je gewicht te doen. Verlaagde bloeddruk, minder stress op de wervelkolom en de gewrichten. Dus minder klachten van enkels en kapotte knieën en kraakbeen, wat het me geeft onder het gewicht. Naar de bloeddruk, hart- en vaatziektes. En gewoon weer minder risico's op ernstige ziektes. Want obesitas is niet alleen dat je een hoge bloeddruk hebt en gewoon cholesterol. Het is ook zo dat je verzuurd bent. Het is ook zo dat andere organen flink moeten werken, laat ik het netjes zeggen, om te zorgen dat je kunt functioneren. En het wordt allemaal negatief beïnvloed door overgewicht. Dus zorg tevens voor als je afvalt dat je je beter voelt, je hebt meer energie, je bent meer blij met jezelf, je bent trots op jezelf. En ja, ik denk dat er heel veel redenen zijn om iets te doen om je gewicht aan te passen. Veel goed gewicht bereiken was nog nooit zo makkelijk met ons Body Mission programma. Het is een formuladieet, wat door artsen voorgeschreven wordt in Duitsland en gebruikt wordt in de obese klinieken. En alle drie dieetprincipes waar je wel eens van hoort bij een dieet, die zitten in ons programma opgesloten. Er zijn diëten waarbij je dus heel veel eiwitten gebruikt, of heel weinig koolhydraten, of gewoon calorieënvermindering. Wij hebben die combinatie, die ideale combinatie van die drie. Dus calorieën verminderen. Waardoor je gewicht verliest, koolhydraten minder, waardoor je minder verbranding nodig hebt en minder energie nodig hebt om vet te verbranden en heel veel eiwitten voor het behoud van spiermassa. Ik ga er redelijk snel doorheen, omdat er heel veel kennis hiervan al bekend is bij ons. En heel veel kennis staat er al online op onze Telegram-groep. Daar kun je al trainingen volgen, daar kun je uitleg volgen. We hebben daar video's staan van dokter Sven Merkel, die daar nog toelichting op geeft. Dus kijk die rust eens terug of kijk even in het handboek aan Frequently Asked Questions. Informatie genoeg over de details van het programma. En de details zijn ook vaak niet de belangrijkste om te weten. Het is meer belangrijk om te weten hoe het werkt voor je en hoe je het ervaart. Ja, vervang 2 maaltijden per dag en bespaar 700 calorieën. Dat is eigenlijk het heel eenvoudige principe van gewicht verliezen met LR. Gewicht behouden, balansdagen, kun je met één shake of één crunchje of één superdag prima doen. De thee drinken, waar eigenlijk sowieso altijd al dagelijks. Probalans gebruik ik altijd al dagelijks. Protein shake gebruik ik als ik ben wezen sporten als extra. En ja, daarnaast is het gewoon een gezonde leefstijl. Omdat in een shake alle voedingsstoffen die je nodig hebt, zitten in een verkleinde maaltijd eigenlijk. En een maaltijd met minder calorieën. De voedingsstoffen die kun je vergelijken met een volwaardige maaltijd van 1200 calorieën. Dus door 700 calorieën per dag te besparen door 2 maaltijden te vervangen, verlies je ongeveer 1 kilogram vetmassa per week. Ik wil niet zeggen dat het op de weegschaal meer of minder kan zijn. Het gaat om vetmassa wat je verliest. En vetmassa kun je echt een beetje vergelijken met die pakjes boter hier. Het kan ook zijn dat je misschien vocht verliest, waardoor je sneller afvalt, maar dat vocht kan ook fluctueren. Het kan ook zijn dat je weer spiermassa opbouwt, doordat je misschien wat beter kan sporten, omdat je fitter voelt. Dus de weegschaal zegt niet alles, maar het vetpercentage is wel heel belangrijk. Hier staat nog even een overzicht van wat in onze producten zo zit. Nou, dat varieert tussen de 211 en 220 calorieën per maaltijd. En vergelijk het eens met één eenvoudige sandwich, een broodje gezond, zoals we denken dat het gezond is. Daar zitten al heel snel 400 calorieën in. En eerlijk gezegd, na zo'n boterham gezond, had ik vaak nog in zin nog een boterham gezond. En dan ben je al met 600, 700, 800 calorieën bezig met een ontbijtje of een lunch. En bij ons heb je alle voedingsstoffen, waardoor je geen hongergevoel hebt en minder calorieën. Dus ja, een betere keuze zou ik zeggen. Dat was calorieënvermindering, dus calorieën is afgetikt. Dan hebben we de koolhydraten. Koolhydraten heeft Sven Merk een hele mooie video van opgenomen. Wat doet koolhydraten met je lichaam? Daar zitten natuurlijk suikers in. En om die koolhydraten uit je lichaam te krijgen, gaat je insulinespiegel omhoog. En je insulinespiegel, op het moment dat die boven een bepaalde lijn is, gaat je lichaam geen vet verbranden. Dus het snacken tussendoor is ook funest voor jouw insuline en om af te vallen.
En wat blijkt nu uit de cijfers, dat als je een normale maaltijd eet, dat die maaltijd dus 3,5 tot bijna 4 naar 3 uur nodig heeft. Dat jouw lichaam 3 uur nodig heeft om die koolhydraten uit je lichaam te krijgen voordat je overgaat in vetverbranding. Dat is eigenlijk die grijze lijn die hier loopt. En dan zie je dat hier ongeveer bij 3 uur die lijn pas onder de vetverbrandingslijn gaat. Dus je lichaam is insuline aan het aanmaken. Wat zie je bij een body mission maaltijd? Dan zie je eigenlijk maar een hele korte curve hier. Eigenlijk binnen het uur al bezig is. Een mooie grafiek, maar heel leuk. Ik heb van de week gezien bij een partner uit ons team. Die had een metertje laten implanteren op haar arm. Zo'n soort diabeteskastje. Maar dan niet voor diabetes, maar voor alle waarden te meten. En die had inderdaad bij onze maaltijdvervanger, onze shake, gemerkt dat er een hele kleine korte piek was van insulinetoevoer in haar lichaam. Na de maaltijd van ons body mission programma. Ze vergeleken het eventueel ook met, ze vergeleken het ook met een maaltijd met kwark, met vijgen en fruit erin. En zelfs die eenvoudige maaltijd, die lijkende gezonde maaltijd, had meer tijd nodig om te verbranden dan onze body mission maaltijd. Dus die insulinepiek is een hele belangrijke om mee te nemen. Ja, verminderde suikerinname is dus veel gezonder, want die hoef je er niet af te halen. En geminderde suikerinname gebeurt ook omdat wij werken met stevia, natuurlijke suikers van de steviabladeren. En het is intens veel zoeter dan normaal suiker. Dus 1 theelepel stevia, je 7,5 theelepels suikers voor nodig. En in onze producten zitten 3,4 tot maximaal 9 gram suikers. En bij de flakes zelfs 4,8. En vergelijk dit ook even met het broodje gezond. Daar zit vaak 10 keer zoveel suikers in. En ik had daar vroeger ook een beetje moeite mee. Want ik zie daar een broodje gezond. En dan denk ik, hoe kunnen daar zoveel suikers in zitten? Maar het zijn koolhydraten. Het zijn suikers die toegevoegd worden aan een eenvoudig plakje ham. Daar zijn als suikers aan toegevoegd tegenwoordig. Om de smaak te veranderen. Om mensen ook meer beleving te geven. Zodat ze meer en sneller weer terugkijken naar die ham die ze lekker smaakt. Dus eigenlijk een soort versluiting, een suikerverslaving opwekken. Ja, en dan de eiwitten. Wij zijn dus sinds dit nieuwe programma overgeschakeld op een vegan programma met natuurlijk plantaardige eiwitten, moet ik zeggen. Uit kikkererwten, uit veldbonen en uit soja. En het hele mooie is dat daar ook nog hele mooie cijfers gehaald worden. Uit 100 gram erwten haal je al 23 gram eiwit. Dat is een ongekend percentage van pure eiwitten die je uit een 100 gram product haalt. Als je dat vergelijkt met eiwitten die in dierlijke producten zitten, heb je veel meer dierlijke producten nodig om dezelfde hoeveelheid eiwitten binnen te krijgen. Dus het is niet alleen een gezondere keuze, een verstandige keuze en een milieubewustere keuze om een vegan product te gebruiken, maar het heeft dus ook veel meer effect omdat er veel meer in zit. Hier zie je hoeveel proteïne erin zitten, zo'n beetje zo'n 20 gram per maaltijd vervangen. En als je dat vergelijkt met zo'n sandwich, dan is het eigenlijk al in ons programma ietsjes meer dan in zo'n hele sandwich. Dus ook daar komen we niet tekort. Dat zijn een beetje de theorie. Zoals gezegd, wil je meer weten, kun je ons altijd even een app sturen. Dan kunnen we je de gegevens sturen waar je die andere informatie terug kunt vinden. Ja, en dan de mooie sets. We hebben natuurlijk geen kick-off zonder mooie aanbiedingen. En ook dit jaar waren er weer geweldige sets te koop. Nou is mijn formuliertje weg verdwenen, wat ik hier had liggen. De printformulier, zeg maar. Ja, een set op staat. Ik heb het in de kast gelegd op de printer net. We hebben drie hele mooie sets. Eigenlijk de kleine set. Kleine set voor de mensen die willen proeven of proberen. Daar zitten dus 9 shakes in. Ja, deze wil ik hebben. Dat is de set van 9, zoals ze die noemen. 500 pw, 20% korting op basis van de losse prijzen. 9 vrije keuzes. Je kunt zelf kiezen. Online support. Ook materiaal erbij om te delen of een testsets te maken. 2 dozen met de proteïnebars erbij. En je zit onder een prijs van 2,50 euro een maaltijd. Ik ga even terug naar die sandwich van net, zo'n broodje gezond. Nou, ik geloof niet dat iemand die tegenwoordig nog kan kopen. 1 broodje gezond voor minder dan 3, 4 euro op dit moment. Dus onze maaltijden zijn niet alleen lekker, gezonder en beter uitgebalanceerd, maar ook nog goedkoper dan wat je misschien dagelijks gewend bent. En met dit programma kun je eigenlijk al in de maaltijd 4 tot 6 kilogram verliezen als je hier netjes aan de regels houdt natuurlijk. Prijs €296 is voor dit programma en dan heb je een korting van bijna €74 op de normale set. Dus een hele leuke set. Alleen, dit is op de kick-off ook eigenlijk promoot van, ja,
Als je eigenlijk een verstandige keuze maakt en een betere keuze maakt, en ik zal ook zeggen waarom straks, kun je beter voor een iets groter pakket gaan. Punt 1, zit daar meer korting op? Is de prijs beter? Heb je 18 Figure Active producten naar keuze? Ook hier krijg je de baas bij. En ook hier de prijs onder €2,50 een maaltijd. Alleen je betaalt hier €514 voor. Dus dan bespaar je ten opzichte van vorige set al bijna €100. En heb je inderdaad het dubbele. En je hebt ongeveer voor 3 maanden producten in huis, waarbij je zeker in die richting die 10 kilo gewicht kunt gaan verliezen. Prijzen, eronder staan verschillende prijzen. Sommige mensen denken, ja, waarom is het in Nederland duurder? Nou, dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met het btw-verschil in de verschillende landen. Net de prijs is overal hetzelfde. Daar maakt er geen verschil in qua Nederland, België of Luxemburg. Maar het verschil zit hem dus puur in de btw. Ja, en de beste set die gepromoot werd en de verstandigste keuze ook is eigenlijk de 1500 PW set, de 3 maanden body mission kuur. En de 3 maanden body mission kuur zijn eigenlijk 3 maandkuren compleet, inclusief de slimme begeleiders, die eigenlijk nodig zijn voor een goed afvalprogramma. Met proteïne om spieren te versterken, met mineralen om te ontzuren en met de Herbal Fasting Tea om te detoxen. Beste prijs ook, ook hier heb je dus 30% korting op de losse prijs. Dat is echt een enorme korting. 15 vrije keuzes, de maaltijd van ons erbij, onder de €2,50 per maaltijd. En hiervoor ook, ik ga ietsje te snel, €550. En daarmee bespaar je zo'n 250, €242 op de normale prijs. Meer dan 30% korting op deze set. Dus het fijne van deze set is dat hij voor verschillende acties meedoet. Daar ga ik dadelijk iets meer over vertellen. Je hebt ook 3 complete body mission sets. Mocht je iemand als klant vinden die het product wil uitproberen, kun je die producten doorverkopen in de complete set. Je kunt natuurlijk partners aanmelden. Dus nog, misschien nog interessanter, zal ik zo meteen uitleggen. Maar je hebt wel complete sets die je kunt gebruiken en kunt delen. En natuurlijk altijd de vrije keus. Wij hebben deze ook natuurlijk besteld. Punt 1, omdat wij die producten toch altijd gebruiken. Bij ons gaat die ook 3 maanden mee, misschien wel iets korter, omdat wij samen 1 set gebruiken. Dus het is altijd goed om zo'n set in huis te hebben. Ja, een nieuwe shake, dat is heel leuk, lekkere smaak. Maar de nieuwe challenge die erbij komt, is eigenlijk nog veel interessanter. We hebben een challenge met de nieuwe Body Mission en we hebben een cashback met de nieuwe Body Mission. En die combinatie is eigenlijk een perfecte sponsortool geworden. De cashback, hij lijkt op de Lucky 7. De Lucky 7 is er ook nog steeds. Daar kom ik straks even op terug. Maar dat is voor gewone starters. Daar zijn de voorwaarden niet veranderd. Maar we hebben nu een extra, die staat los van de Lucky 7, een extra cashback actie puur op de Body Mission. Voor Nederland betekent dat als ik een set heb aangeschaft van 1500 punten, dat is de voorwaarde dat je dus wel zelf de grote set hebt aangeschaft van 1500 PW. Dan kan ik 4 tot 7 mensen sponsoren komende 3 maanden, dus januari, februari en maart, dus tot en met maart, heb ik de mogelijkheid om mensen aan te melden met een body mission pakket. Dan maakt het niet uit welk pakket ik daarbij mensen aanmeld. Of ze nu kiezen voor het kleine pakket, het middelste pakket of het grote pakket. Op het moment dat ik 4 mensen heb aangemeld, krijg ik bijna €100 terug. Bij 5 al bijna dubbele. Bij 6 daar weer bijna dubbele van. En bij 7 krijg jij €617 cashback terug. Dat is dus zelfs meer dan jij betaald hebt voor die set, want die kost €550. Die kun je ook eventueel nog in 3 termijnen betalen. Die zet straks even op terug. Dus je krijgt eigenlijk meer cashback terug dan dat je betaald hebt. Dus je hebt jouw set voor niks. Maar je hebt ook 7 mensen blij gemaakt. En 7 mensen geholpen met iets aan hun gezondheid te doen, iets aan hun gewicht te doen. En ja, iedereen die de set kent en gebruikt, weet dat het gewoon succesverzekerd is. En dat je dus mensen echt kunt gaan helpen met een quick start, een kick-off van hun gezondheid. Ja, en misschien wel het begin van een totaal ander leven. We hebben voorbeelden gezien hier op het podium van mensen die 26 kilo kwijt zijn. We hebben in ons eigen team ook mensen die bijna 60 kilo kwijt zijn. Dus het is ja, bizar wat je kunt bereiken met deze set. 7 mensen helpen en je ontvangt €617 terug. Voor België is dat iets anders. Daar kost de set iets minder. Die krijgen dan ook de prijs terug waar de set voor staat, €600. En Luxemburg, maar we hebben volgens mij, volgens mij, ik weet nog geen partners in Luxemburg, dus €583. En nogmaals, iedere Body Mission set telt. Dus je hebt 2, 3 maanden tijd, dus januari, februari, maart de tijd om mensen te sponsoren.
Zeven totaal, nou dat is iets meer dan twee per maand, is eentje per 2 weken. En je krijgt dus jouw 617 euro cashback terug. Ja, ik vind het een enorme geweldige actie. Dus buiten het feit dat je al veel korting krijgt, leuke tools erbij krijgt, kun je hem ook nog compleet terugverdienen als een cashback. Dan heb je hem voor niks. Hier heb je even een voorbeeldje. Ik heb hier zeven mensen gesponsord. Eentje met een set van 9, eentje met een 1 maand set, eentje met een set van 18, eentje met een 3 maanden set. Nou, maakt niet uit, ik heb er 7. Dus het maakt niet uit welke set, ik krijg 100% terug. Ik heb er hier 5, ik krijg 30% terug. Het maakt ook hier niet uit welke. Eén voorwaarde wel, is dat je zelf dus de 3 maanden set hebt besteld. Cashback. Dan hebben we nog een andere uitdaging. Let's talk about business. En let's talk about business is de nieuwe challenge die we naast de cashback hebben. En wat houdt de challenge in? De challenge houdt in dat als jij, heb je twee stappen eigenlijk, dat je 1500 PW moet doen aan eigen omzet met Body Mission producten. Weer terug even naar de 3 maanden set. Heb je dus een 3 maanden set besteld met 25 punten, heb je dus al een lot verdiend voor de challenge. Heb je misschien niet wetende dat dit liep een set besteld van 1100 punten of een set besteld van 500 punten. En je verkoopt nog producten en je bestelt deze maand nog Body Mission producten, vierwekkende producten. Of je koopt nog een kleine set bij voor jezelf, maar je haalt met je eigen omzet aan vierwekkende producten 1500 punten, dan krijg je ook nog alsnog een lot. En dat lot, dat geeft je kans op een van de vele grote prijzen. Dan heb je nog een tweede mogelijkheid om een lot te verdienen. En dat geldt ook voor iedereen. Het is niet afhankelijk van punt 1. Iemand die bijvoorbeeld niet aan die 500 punten eigen omzet Body Mission komt, kan wel door sponsoren nog loten verdienen. Maar ik zou zeggen, begin bij jezelf en begin ook met een goede set producten. Die set zal straks ook uitleggen hoe je ermee kunt werken en uitleggen waarom je ook minimaal zo'n 3 maanden set eigenlijk nodig hebt om er goed mee te kunnen werken. Maar de tweede mogelijkheid is dus als je sponsort, als je mensen aanmeldt met een Body Mission pakket, dat je daar ook loten voor kunt krijgen. En hier geldt ook dat je per 1500 PW aan Body Mission sets aangeboden of aangemeld hebt, dat je ook een lot krijgt. Ik zal dadelijk uitleggen wat dat precies betekent. Maar wat betekent het eigenlijk nog meer? Als je één al voldaan hebt, die 500 PW eigen omzet, dan heb je een lot. En je krijgt ook nog een hele mooie roestvrijstalen Body Mission fles. Dat is een roestvrijstalen fles, waar je ook even soepel kunt maken. Dus kun je meteen heel leuk gaan branden en reclame gaan lopen met je LR Body Mission. Dat lot geeft de kans op een van de 10 Golf GTI's die verloot worden. Dus we hebben een geweldige prijzenpot van 350.000 euro ter beschikking staan. En die loterij geldt alleen voor januari. Dus de omzet in januari haal en de sponsoring in januari. Dus ik zou zeggen, wacht niet tot februari en maart met sponsoren, maar begin nu. En iedereen die de loten verzamelt, die loten gaan natuurlijk in een grote tombola. Die worden loodjes getrokken en dan worden dus 10 Golf GTI's verloot. En er worden 100 Body Mission sets verloot en weggegeven aan partners. Oftewel 110 prijzen voor een totaal van 350.000 euro. Ik heb Ja, gratis rijden. Gratis rijden. Oh ja, sorry. Het is niet dat je de golf krijgt. Een hele goede opmerking. Maar ik heb daar nog een sheetje van straks waar de details op staan. Je mag een gratis een jaar lang een Golf GTI rijden met een paar enkele voorwaarden. Niet zo dat je een tankpas erbij krijgt. Maar hoe werkt dit? Oké, we hebben hier Ruby. En Ruby heeft dus een 3 maanden Body Mission set besteld, 500 PW. Bam, ik heb daar een lot verdiend. En ze heeft twee mensen gesponsord, eentje met een set van 18 en eentje met een set van 9. Dus eentje van 1100 PW en eentje van 500 PW. Voorwaarde 2 voldoet ze niet aan met 1 man, maar wel die twee bij elkaar opgeteld. Dat is ook meer dan 1500 punten, dus ook zij krijgt daar een lot voor. En omdat jij twee mensen gesponsord hebt, krijg jij ook nog een lot, omdat je mensen hebt gesponsord met 500 punten. Dus ook de mensen die in jouw team 25 punten bereiken, die krijgen een lot, maar jij krijgt ook een lot. Dus totaal heb je nu 2 loten verdiend en natuurlijk die hele mooie branded RVS Body Mission flacon beker. Beker, hè? Les. Fles. Maar het is geen fles, het is RVS. Heel mooi. Dus zo werkt het. En ja, zoals ik al zei, 10 Golf GTI's, 1 jaar gratis rijden. En 100 Body Mission Challenge sets die worden weggegeven. En iedereen die sowieso aan de voorwaarden 1 voldoet, krijgt altijd sowieso al die mooie LR Body Mission roestvrijstalen fles.
Die is sowieso in de pocket. Ja, nu shake, nu challenge. Doe nu mee, prijzenpot. Daaronder staan nog even de kleine lettertjes. Dus een jaar lang gratis rijden. Tot en met 20.000 kilometer. En geen tankpas. En geen boetes betaald. LR, en geen tol. Dat soort zaken. Het is natuurlijk een kant-en-klaar auto. Onderhoud, alles erop en eraan. Maar je mag hem een jaar lang gratis rijden. Geweldige actie. Ik heb vroeger bij grote events gezeten in Duitsland. Daar werden auto's op het podium gezet. Die werden aan het eind van de middag verloot aan mensen. En ja, ik was eigenlijk een stukje jaloers op altijd natuurlijk. We hadden dat niet in de Benelux. En nu heeft LR dus een internationale wedstrijd uitgeschreven. Waarbij we dus 10 golfrit's kunnen winnen. En dan denk je van ja, internationaal. Misschien maken wij dan minder kans. Maar ik heb goed nieuws voor jullie. De Benelux was afgelopen jaren bij dit soort acties altijd de nummer 1 internationaal gezien qua verkoop van body mission sets. Dus wij doen het in verhouding heel goed met andere landen. Wij zijn body mission minded wat dat betreft. Dus er zijn ook hele grote kansen dat er een aantal golf-GTI's naar de Benelux komen. Dus laat je daardoor zeker niet afleiden en ik zou zeggen ga ervoor. Nieuwe shake, nieuwe challenge. Dus je kunt hem terugverdienen. Of de challenge, je kunt de golf-GTI en de 100 sets winnen. De cashback, je kunt de set terugverdienen. En dat zijn allemaal geweldige sponsor tools om succesvol met Body Mission te worden. Ja, nu geef ik het woord graag over aan Lisette. Die gaat uitleggen hoe je met Body Mission nog verder kunt werken. Ja, ook namens mij van harte welkom bij deze training. Hans zal de presentatie doorklikken, neem ik aan. Want wij zitten nu met twee schermen naast elkaar. Ja, op de kick-off was Platina organisatieleider Jalenka, de meeste wel bekend, was referent en zij heeft daar aan iedereen die daar was, heeft ze uitgelegd hoe zij nu concreet succesvol is geworden met de Body Mission. Hier zien jullie twee foto's van haar. De linkerfoto is een foto een jaar geleden. Die is in december 22 volgens mij toen genomen. Je ziet het ook aan haar kindje dat het ongeveer of ja, dat het een jaar geleden is. Zij heeft de toen vernieuwde Body Mission met twee handen beetgepakt en is daar business mee gaan doen. Nou, als je goed naar de foto kijkt, zie je dat er behalve dat ze er succesvol mee is geworden, ook iets aan het gewicht bij allebei is gebeurd. Jalenka zegt 3 kilo, of in 3 maanden 11 kilo afgevallen te zijn en haar vriend zelfs 15. Dus dat zijn, ja, los van het financiële succes, hebben zij het zelf gedaan, zelf ervaring opgedaan en zelf ook successen behaald. En ik denk dat dat de vereiste is, wil je er ergens enthousiast over zijn. Nou, ook financieel heeft het eigenlijk windeieren gelegd, want ze was in december 22, had ze een totaal omzet met haar team van 6.700 euro. En jullie zien, in januari is ze ermee gaan werken en stond ze van de een op de andere maand op een totaal omzet met haar team van 66.000 euro. En dat is natuurlijk, ja, vertienvoudigd, dat is, ja, geweldig. Maar ze liet in haar presentatie, liet ze zien hoe dit is gegaan. En ja, die laat ik jullie nog even een keer zien, ook voor de mensen die er zondag niet bij waren, dat je dit gewoon zo één op één kunt kopiëren. Daarbij had zij nog de toelichting dat het in 2023, toen zij dus voor het eerst met die sets ging werken, het niet eens zo'n gunstige situatie was ten opzichte van nu. Toen waren er nog geen resultaten met de nieuwe Body Mission natuurlijk, omdat die pas toen gelanceerd was. Was toen ook geen tombola met zulke mooie prijzen. En de Lucky 7 die gold toen alleen voor de 1000 PW pakketten. Nu hebben we heel mooie resultaten die we al kunnen delen, omdat we de producten natuurlijk zelf ook al een tijdje gebruikt hebben. We hebben wel die tombola waarin je een jaar gratis dus zo'n mooie auto met reclame erop kunt rijden. Of een van 100 pakketten Body Mission kunt winnen. En de cashback is deze keer ook voor kleine Body Mission pakketten. Dus niet alleen voor de grote pakketten, maar ook als jij mensen aanmeldt met een kleiner Body Mission pakket, doe je mee voor de cashback. Nou, ik vind het super. Even terug naar wat haar succes gebracht heeft. Het begint natuurlijk altijd met eigen ervaring. Je kunt niet enthousiast over een product praten en succesvol verkopen als je de producten zelf niet gebruikt hebt. Daar ben ik het 100% met haar eens. Zij heeft het dus ook gedaan. Dus de eerste stap was, koop je eigen 3 maanden pakket en doe je eigen ervaring op. Als tweede heeft zij een pakket aangeschaft om mee te werken. En dan zul je nu misschien denken van, dat is wel heel veel geld, hè? De 1 pakket in Nederland 550, dus voor 2 ben je 1100 euro kwijt. Ja, als je het pakket, als je de producten allemaal al kent en je zegt, ik hoef nu niet meteen een 3 maanden pakket voor mezelf aan te schaffen, dan zou je misschien voor jezelf
dat niet hoeven doen. Maar de actie is nu voor jezelf een 3 maanden pakket van 1500 pw. En dan kun je het dus ook terugverdienen. En een tweede pakket heb je nodig als je ermee wil werken. Om testpakketjes van te maken. En om mensen te laten ervaren en te enthousiasmeren. Nou, hier staat hij al. Maak testpakketjes. Ben daar creatief in. Deze week heb ik online van die kleine zakjes besteld, van die papieren, waar je een bepaalde hoeveelheid voor 1 maaltijd in kunt doen. We hebben natuurlijk allemaal, als we de set bestellen, dan krijgen we die mooie stickertjes in alle smaken daarbij. Plakken die op en nou, ik weet niet of jullie het zo allemaal kunnen zien, maar ik heb bijvoorbeeld deze doos gemaakt. Aan de voorkant heb ik de flyer erop gedaan waar Body Mission uitgelegd wordt. Als ik hem open doe, even kijken of jullie het allemaal goed kunnen zien, dan zit daar een kaart in. Even goed openvouwen. En daar zit van dit spul in, waardoor ik de zakjes keurig netjes erin kan leggen, alle 9, en dat ze mooi op de plaats blijven. Ik zeg alle 9, want ik denk dat het, als je een testpakket aan iemand verkoopt, dat het goed is dat ze alle smaken kunnen proberen. Om zelf hun keuze te maken als ze eventueel daarmee willen starten. Wat voor mij een eye-opener was, want tot nu toe heb ik, om eerlijk te zijn, altijd alles weggegeven. Als mensen dingen wilden proberen, dan maakte ik iets en dan gaf ik het ze. Of ik gaf een bus bij ze af die ze mochten proberen. Dat is natuurlijk leuk, maar niet slim. Hè? Financieel gezien is het gewoon handig om ze te verkopen. En ik denk dat iedereen bereid is die zo'n box thuis krijgt, al die maaltijden, 9 maaltijden mag proberen voor 15 euro. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet veel geld. En ik denk dat het heel reëel is. Dus dat was ook wat Jalenka deed. €2,50 kost het product, zeg maar, per maaltijd. Daar zitten er 9 in. Dus je bent dan eigenlijk €22,50 aan het investeren. Je vraagt €15 voor 1 testpakket. En ja, dan heb je gewoon al een heel mooi bedrag terugverdiend. Denk nooit, wat kost het mij, maar wat levert het me op? Ik focus me nu even alleen op de Nederlandse bedragen, want volgens mij zijn er, ja, behalve Bianca, nee, Bianca komt ook uit Nederland, geen mensen uit België en Luxemburg bij die vanavond meekijken. Maar zoals gezegd, de set in Nederland kost €550, die je in 3 termijnen mag betalen. De eerste termijn van €220 en daarna 2 keer €165. Ik neem jullie even mee terug naar het voorbeeld van Jalenka. Je haalt uit je testpakket, dus de 3 maanden set die je voor de verkoop, zeg maar, hebt aangeschaft, haal je 22 testpakketten uit. En als je daar €15 voor vraagt, heb je dus €330 verdiend. €330, als jullie meerekenen en je kijkt daarboven, zie je dat je deel 2 en deel 3 daar dan al van terug hebt. Dus op het moment dat je die moet gaan betalen, heb je al €330 terugverdiend. Ik vond het heel slim van Jelenka en ik vond het zo slim dat ik het ook ga doen op die manier. Dus je bent natuurlijk niks verplicht, maar ik zou het je zeker wel aanraden. Want als jij mensen aan gaat melden die dit ook weer willen gaan doen, dan kun je ze dus op deze manier aanbieden dat ze wel dat pakket aanschaffen, maar al heel snel dat €330 weer van terug hebben verdiend. Dus doe het niet alleen voor jezelf, maar ook al kun je het misschien makkelijk missen, maar doe het ook voor alle partners die nog naar jou komen, dat je daar op een unanieme manier mee werkt. Nou ja, 22 testpakketjes, als je die uitdeelt, dan is de ervaring van Jalenka dat ze daar 7 Body Mission pakketten op heeft verkocht. Nou, 7 Body Mission pakketten, dat hebben jullie net in de presentatie van Hans kunnen zien, betekent cashback, €600 cashback. Dus deel 1 van jouw pakket, hè, het pakket wat jij extra aan hebt geschaft, is terugbetaald. Daarnaast heb je nog de €300 die ik net uit heb gelegd, die je als winst hebt op de testpakketjes die je gemaakt hebt. En natuurlijk de uitbetaling, de bonus van LR, over de verkoop van je Body Mission pakketten, over de partners die je dus daarmee aan hebt gemeld. Ja, tel even mee, €1100 investeren als je allebei de pakketten neemt. En dan €600 cashback, €300 die je als winst op je pakketjes hebt. En de bonus nog, volgens mij kom je dan ergens ongeveer op 0 uit. Je hebt het over 1100 euro, maar je hebt over 1 set die je eigenlijk nog keren. Ik heb het over 2 sets die je, eentje voor jezelf en eentje om te gebruiken. Ja. En eentje die je dus gebruikt om mee te kunnen werken. Ja. En als je die hebt, heb je ook altijd voldoende in huis om mensen te laten proberen. Maar wat nu als jij zegt van, nou, ik wil hier echt mijn business mee gaan doen.
En sommige mensen hebben al een groter team, sommige beginnen net. We gaan even van dit voorbeeld uit. Wat als 5 mensen uit jouw team ook voor die cashback gaan? Want dat kan natuurlijk, hè? Je moet nu niet alleen denken, wat kan ik ermee doen? Maar ook, wat kunnen de partners in mijn team ermee doen? Nou, tel even mee. Stel voor dat je hier 5 mensen hebt die die set ook aanschaffen. Dan heb je 5 keer 11.200 pw. Kom je in totaal uit op 60.000 pw. En heb je 5 junior teamleaders in je team. En dat betekent zilver. Dus dat is hoe zij in die periode vorig jaar zilver is geworden. En ja, ik vond het heel fijn dat ze zo stap voor stap concreet uitlegden. Want we hebben eigenlijk allemaal altijd onze eigen werkwijze. Maar dit was in mijn ogen heel laagdrempelig, duidelijk en eenvoudig ook weer te dupliceren. Daarna kun je natuurlijk met al die partners die je dan in je team erbij hebt, hetzelfde gaan doen. Hè? Want je biedt ze dat ook aan. Start met een pakket, maar je hebt de mogelijkheid ja, om er echt je business mee op te bouwen. En als je dat dus nog 2 maanden na die ene maand die ik net uit heb gelegd ook doet, heb je ook nog eens extra die silver up bonus van 5.000 euro extra. Dus nou is dit natuurlijk het ideale plaatje. Maar al zou je niet 7 mensen vinden, maar je doet wel mee met de acties en je hebt er maar 3, dan heb je alweer een heel mooi bedrag terugverdiend. Dus ik zou zeggen, LR kan ons alles geven. Die kan ons allerlei acties aanbieden en materiaal geven en mooie verpakkingen en nou, noem het allemaal maar op. Maar als wij niet in de actie gaan en niks mee gaan doen, ja, dan hebben we daar helemaal niks aan. Dus nog even de stappen. Koop je eigen pakket, eventueel een tweede pakket om mee te werken. Maak die testpakketjes, deel die uit. Maar dat zijn natuurlijk meer manieren hoe je met producten kunt werken. Wij hebben vorig jaar daar ook al verschillende voorbeelden over gegeven, zowel online als live. Je kunt een proeverij organiseren. Vorig jaar hebben we een tour gedaan waarin we op 3 locaties in Nederland proeverijen hebben georganiseerd. Je kunt dat zelf ook doen, heel makkelijk bij je thuis. Nodig een aantal mensen uit in de vorm van een workshop. En, of ja, een proeverij zou ik het dan inderdaad gewoon ook noemen. En laat mensen kennis maken met de producten. Zorg ervoor dat je van tevoren een aantal shakers klaar hebt staan. Ik heb dan ook altijd die stickertjes erop, zodat je echt 1 shaker klaar kunt zetten met alle shakes. Eentje voor de soepen. Nou ja, dat je gewoon alles door je gasten kunt laten proeven. Ik denk dat als je dat doet, dat je altijd succes hebt. Want mensen weerhoudt het vaak de prijs, want ze denken dat het een heel bedrag is. En dat is het misschien ook zo. Maar dit is eigenlijk de goedkoopste manier om te starten met LR. Eten moeten we allemaal en dit doe je in plaats van andere maaltijden waar je geld aan uitgeeft. Dus eigenlijk is dit een gratis manier om met LR te kunnen starten. Allerlei andere evenementen kun je natuurlijk organiseren. Roadshows, had ze het over wat ze daar precies mee bedoelt, weet ik niet. Maar ik denk een soort een toertje door het land waar je op verschillende locaties de presentaties gaat geven. Daarnaast laat ook gewoon mensen in je omgeving 1-op-1 de producten dus testen. Maar vraag altijd een review daarvoor. Dus wat ik ook altijd doe is als je iemand iets laat proberen, dan heb ik het niet eens alleen over de body mission. Maar vraag altijd in ruil voor een review die je mag gebruiken. Resultaten zijn natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dat is hetgeen wat het beste verkoopt. Mensen willen graag zien, what's in it for me? Wat als ik het ga gebruiken? Oh, die mevrouw is 10 kilo afgevallen. Kijk die voor- en na-foto. Hè? Ik herken me daarin, ik wil dat ook. En ik zal het misschien ook maar eens een keer gaan proberen. En daarna natuurlijk deel je traject op social media. Social media moeten we omarmen. Dat is de makkelijkste manier om heel veel mensen te bereiken. Maar alleen een post maken van onze mooie body mission set en dan gaan zitten wachten tot de klanten binnenkomen, dat gaat ook niet werken. Dus de tip is, werk je met social media en ga je daar acties op zetten, maak dan ook een call to action. Dus ga niet alleen posten hoe mooi de producten zijn, maar vraag ook, heb je interesse, stuur me een DM of stuur me een WhatsApp bericht. Dan kun je een testpakketje kun je gewoon thuis proberen. Dus niet alleen maar delen, maar ook echt een call to action.
Storytelling is belangrijk, hè? Dus neem de mensen mee in jouw traject. Ik begon net mijn verhaal met, je begint altijd met de producten zelf te gebruiken en zelf je ervaringen op te doen. Het moet geloofwaardig zijn. Dus als jij een verhaal gaat vertellen en je hebt daar zelf geen ervaring mee, dan prikken mensen, klanten, één op één doorheen. Dus ben eerlijk en ga geen hardselling doen, maar zeg gewoon, dit is mijn gewicht. Ik begin vandaag zelf met de Body Mission en ik neem jullie de komende periode mee. Laat bijvoorbeeld één keer gaan op de weegschaal staan en je hoeft niet in je lingerie op social media als je dat niet wil. Je maakt gewoon een foto van je voeten en van het getal wat op de weegschaal staat. Dat is wat mensen zien iedere week. Laat zien wat je eet. Dus neem mensen mee in je ontbijt. Oh, vandaag heb ik dit en neem ik de flakes en doe ik daar dit of dit bij. Ja. En mijn portie vitamine. En dan zien mensen ook hoe het werkelijk kan. Laat ook zien bijvoorbeeld de maaltijd die je 's avonds gebruikt. Ja, dan geef je ze ideeën, je geeft ze inspiratie. En je laat eigenlijk zien dat het helemaal niet ingewikkeld is. Dat het eigenlijk heel makkelijk vol te houden is. Laat reviews zien, hè? Dat zei ik net ook al, van andere klanten die je hebt. En ben consequent. Als je dit aangaat, ga dan ook iedere week die informatie delen. En doe het niet alleen de eerste week en daarna niet meer. Want als jij afhaakt, haken jouw klanten natuurlijk ook af. Verder liet, ja, zorg dat je verhaal zichtbaar is. Jalenka liet haar bovenste balk, zeg maar, van haar Instagram profiel zien. En daar heeft zij ook een kopje met Body Mission aangemaakt. Waarin zij al haar informatie zet. Dus willen mensen anoniem gaan kijken, dan kan dat ook. En heel vaak is het zo dat mensen daar heel gericht alle informatie over de Body Mission kunnen lezen en dat dan ook doen. Moeten ze gaan zoeken in heel jouw tijdlijn, dan zullen ze dat waarschijnlijk niet gaan doen. Maar dit is gewoon een concreet een mapje waar alle informatie in staat en waar iedereen op zijn eigen tempo gewoon alles alvast door kan lezen. En de kans is dan ook gewoon aanwezig dat mensen al heel voorbereid zich bij jou gaan melden. Maar god, ik heb gelezen wat je allemaal hebt en ik zou graag met dit en dit pakket willen starten. Of ik zou graag eerst een testpakketje willen proberen, want ik zie dat dat ook mogelijk is. Dus dan heb je al een heel veel voorwerk heb je gedaan. Ja, en de laatste spreuk van Jelenka, daar wil ik het eigenlijk mee met afsluiten. Je kunt alles waarmaken zolang je er zelf maar in gelooft en ervoor wil werken. En vooral dat laatste is ook belangrijk, hè. Dus letterlijk waren haar woorden. Ga ermee aan de slag. Iedere dag zorg dat je ermee bezig bent. Dat je zelf met je maaltijden bezig bent. Dat je bezig bent met testpakketjes maken. Dat ook laat zien dat je je post op Instagram of social media gewoon doet. En ben ermee bezig. En dan als een klant jou iets vraagt, doordat jij er zelf zo in zit, heb je ook één op één antwoorden. Hoef je geen dingen op te zoeken. Je hebt je testpakketjes klaar liggen. Dus het is allemaal heel makkelijk, doordat je er gewoon echt mee bezig bent. En ja, wat zij jullie wenst, heel veel succes. Dat wens ik jullie natuurlijk ook. Ga er echt mee aan de slag. Ga iedere dag bijvoorbeeld op social media of live contacten zoeken die jouw testpakketjes willen proberen. Vraag dan ook natuurlijk na bij die mensen wat ze ervan vinden. Laat niet zo'n set een maand daar liggen en ja, vergeet te vragen wat mensen daarvan vinden. Zit er bovenop en zorg dat je zelf voor die cashback in aanmerking komt. Want het is een hele mooie kans om een business op te bouwen en waar je gewoon op lange termijn heel fijn mee kunt werken. Dat was eigenlijk het deel wat ik van Jalenka wilde toelichten. Ja, de Lucky 7. Lucky 7, zoals ik er straks al zei, die bestaat nog steeds. Niet te verwarren met de cashback actie die nu is en met de challenge. Dus je kunt nog steeds met de Lucky 7 ook nog starters aanmelden. Genereert 1000 per week eigen omzet. En het kan zijn uit een startpakket en eigen omzet. En vindt de komende 3 maanden na je start. Die hebben we dus wel 4 maanden tijd voor. 5 tot 7 mensen kunt 250 tot 500 euro terugverdienen. Dus een Lucky 7 loopt ook nog gewoon door voor alle starters die je dus aanmeldt. Dus hou daar rekening mee dat het ook nog een interessante optie is. Waarom wil je Lucky 7 ook nog even benoemen? Aantrekkelijke starters zitten we nu. We hebben Lucky 7 en we hebben de cashback. Maar het doel daarvan is in de fast track komen voor alle partners. Even voor de fast track voor alle nieuwe mensen even. De fast track is dus 250 euro tot 2500 euro vaste bonus per maand, net op je rekening stort. Plus eventueel je auto bonus als je een auto hebt. En plus je winstmarge uit verkoop die je via je shop gedaan hebt.
Daarnaast zijn er extra incentives, die kom ik straks ook even op terug. Hoe werkt de Fast Track? Je bent gestart in maand 0, januari. Dan heb je 3 volledige maanden tijd om je eerste minimale kwalificatie te realiseren. En dat is junior manager. Je ontvangt dan je gewone bonus uit het marktplan. Bijvoorbeeld in dit voorbeeld is €170. Dat kan €100 zijn, kan 170 zijn. Maakt niet uit, je krijgt een bedrag bonus betaald. Dit is nog niet de Fast Track, want je moet om in de Fast Track te komen bevestigen. En bevestigen betekent dat je dus wel die €250 krijgt die je voor junior manager ontvangt. En je krijgt met terugwerkende kracht ook nog €80 bijgestort over de maand april. Dus je krijgt in mei €330 betaald. Oftewel 2 maanden Fast Track. Nu zit je voor 12 maanden in de Fast Track en kun je dus de Fast Track bonus ontvangen. Wat nog nieuw is, wat de meeste mensen nog niet weten, is dat mocht je bijvoorbeeld in deze maand de Fast Track gehaald hebben, deze maand niet, maar deze maand wel en mei ook, dan is het tegenwoordig is iets veranderd namelijk in de regels. Vroeger was het zo, als je hier wel gekwalificeerd was en hier niet, lag je uit de kwalificatie, kon je niet kwalificeren. Daar is op dit moment een verandering in gekomen, die is nog niet gepubliceerd, maar het betekent wel dat mensen die dus in de eerste of in de tweede maand het niet gehaald hebben, maar nog wel eventueel in de laatste en de bevestigingsmaand realiseren, die kunnen dus alsnog zich kwalificeren in de Fast Track. Dat is even nieuw. Zit je er eenmaal in, blijf dan minimaal junior manager om erin te blijven. En als je erin blijft, heb je dus de mogelijkheid om door te groeien met 1000, 2000 of zelfs €2500 als orgeleider plus. Dat is toch wel de moeite waard. Wij zijn nog steeds de enige in de branche die dit aanbieden. En die Fast Track is dus echt in het leven geroepen. Wij hadden die vroeger niet om met een vast inkomen door te groeien naar die titels die zo interessant zijn om keuzes te kunnen maken. En alleen heeft voor diegenen die inderdaad de keuze willen maken om vol voor weg te gaan, ook een doel gesteld van wordt zilver organisatieleider. En als je dat wordt, krijg je van Aleg bovenop al een hele mooie bonus. €5000 extra bonus uitbetaald als zilver up bonus. En de eerste zilver up bonus is al uitbetaald in de Lux, in de Benelux. Dat was aan Sonia in Luxemburg. En wij waren erbij op de organisatieleider meeting in Heertas. Daar werd zelfs cash overhandigd. Omdat ze zeiden van, als ik het ga halen, wil ik het op cash hebben. Nou, Aleg heeft verplichtingen nagekomen. Even de Fast Track voor de nieuwe partners, interessant. Voor bestaande partners, even een reminder. We zitten nog steeds in de herkansing van de Fast Track. Fast Track heeft al inmiddels 80 miljoen aan uitbetaald. Dus het werkt. Er zijn ongekend veel nieuwe titels doorgerealiseerd. LR investeerde vorig jaar al 25 miljoen aan Fast Trackers. Ik vind het leuk om muziek op te zetten. Nee, sorry. Ik weet niet wat er gebeurt. Dus 2023, 25 miljoen uitbetaald. En LR gaat in 2024 opnieuw 25 miljoen investeren in de Fast Trackers. Ja, even nog een kleine aanpassing. Ook hier weer voor de bestaande partners is het even eenvoudiger gemaakt. Hieronder staat dat er vandaag 1 criteria is. 1 criteria voor een Fast Track bonus titel en een Fast Track titel. Die titelcriteria waren vroeger verschillend. Nu is het dus 1, want we hadden wel eens discussie erover. Er was wel eens oneenigheid over. Nu is het gewoon gelijk getrokken. Dus we hebben voortaan 1 criteria, voorwaarden om een titel junior manager te hebben. En als je die titel junior manager als bonus titel hebt, heb je hem ook voor de Fast Track, heb je hem ook voor de autobonus. Dus geen gedoe meer. Eindelijk. Wat moet je doen? 12.000 punten eigen omzet. Dat is dus gelijk getrokken. 100 punten eigen omzet en 3 actieve lijnen. Hier zat het probleem altijd in de rest PW. Nu is het vertaald dat je 4.000 punten rest moet hebben naast 1 of 2 14% lijnen of 3 14% lijnen hebben. Dus daar is de regel, en hier zit vooral het verschil in, naast 1 of 2 14% lijnen. Als degene niet aangaat, die weet waar ik het over heb. Mocht je er vragen over hebben, hoor ik het graag. Ja, actie voor partners en Fast Trackers. Dus degene die er in de Fast Track zitten en bestaande partners, hebben dus nog 2 maanden tijd. Want het, even een reminder, de kwalificatieperiode was van september tot en met februari 24, dat is volgende maand. Februari is dan de laatste maand en maart hebben we dan ook nog als bevestigingsmaand. Dus je hebt eigenlijk nog 2 volle maanden de tijd. Boost jouw carrière. Je minimale Fast Track level was gebaseerd op augustus. Augustus, dat weten we eigenlijk ook wel, is niet altijd de beste maand met de vakantiemaanden. En LR heeft dan ook nog
Die mijn als nul maand gezet. Want kijk naar je titel die je had in augustus. En doe dan de fast track level up. Dus een niveau hoger. En je zit in de fast track. Bereik je minimale fast track level in je kwalificatiemaand. En bevestigingsmaand. En je zit terug in de fast track. Dus 2024 beter beginnen dan dit. Kan niet met een body mission programma. Met een cashback. Met een level up. Met een challenge. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden om dit beter te pakken. Stel voor, jouw titel was onder junior manager in augustus. Wat moet je dan doen? Junior manager worden. En je hebt, als je dat nog niet gedaan hebt, als je nog niet gekwalificeerd bent, heb je dus nog januari en februari de tijd, of februari en in maart bevestigen. Maar ja, januari is natuurlijk de ideale maand. Begin zelf met een 1500 punten pakket. Vind twee mensen en je bent al junior manager. Dan ben je al gekwalificeerd voor de eerste maand. Ga werken met die sets zoals die set net heeft uitgelegd. Met die testpakketten. En je kunt volgende maand ook doorpakken. En ook weer junior manager worden. En dus ook nog een fast track inrollen. Was jouw titel junior manager of manager? Dan heb je al een team opgebouwd in augustus. Word dan junior teamleader. En hoe makkelijk is het dan op dit moment om ook weer junior teamleader te worden? Als je twee of drie mensen in je team hebt die junior manager worden. Ben jij al junior teamleader. En heb je €1000 fast track bonus. Het is gewoon een kwestie van gaan doen, gaan werken en ja, de tools benutten. Zoals Lisette net zei, LR kan alles doen. Als jij er niks mee gaat doen, ja, dan heeft het ook geen zin. Dus ik heb laatst een training gegeven. Ik kreeg daar toevallig heel leuk op de kick-off nog een leuk compliment over. Dat was een training die ik in een masterclass heb gegeven. Dat er best veel partners bij zijn die heel veel kennis vergaren. En eigenlijk altijd hun linkerbeen naar voren zetten. Zo kun je dat zien. Links is kennis. Vergaren en rechts is een actie komen. Als je dat niet samen doet, dan kom je dus nooit vooruit. Ik liet toen een testje doen van ga je staan en zet je linkerbeen eens naar voren. En nog een keer en nog een keer. Het bleek als je dat blijft doen, dat je dan rondjes gaat lopen en niet vooruit komt. Dus een combinatie van informatie, kansen benutten en in actie komen, dat is vooruitkomen. Dat is je linker en je rechterbeen gebruiken. Wij zijn zelf ooit organisatieleider geworden in zo'n maand na een business day met acties. En die we hebben benut en daardoor zijn we organisatieleider geworden. Dat was voor ons een key moment in onze carrière om door te pakken. Word organisatieleiders en je kunt €2500 bonus ontvangen. De tijd is nu om dat te benutten. Ja, extra... Die LR ook nog beschikbaar stelt naast de fast track voor junior teamleaders. Ik had net al een pijltje staan. Is de Lift LR Experience. LR Experience. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar ik praat nog steeds over LR. Word junior teamleader. Word je door LR uitgenodigd voor een hele leuke middag. We hebben dat zelf ook een keer mogen meemaken. Zodat we weten waar onze leaders voor uitgenodigd worden. Is een geweldig leuk evenement om mee te maken. Om uit je comfortzone te komen. Om uit je... think out of the box te komen. Plus de top junior teamleader, de beste junior teamleader, krijgt ook nog de mogelijkheid om 2 weken gratis de GLA te rijden, de Lift LR Experience auto. En ook dat is leuk. Afgelopen maand had iemand uit ons team die gewonnen in het Franstalig België. Alleen die kon de auto niet afnemen en is het naar iemand anders gegaan, maar wel leuk om te weten. Ja, en dan hebben we de Star Cap voor nieuwe junior teamleaders, ook hier een geweldige reis te verdienen. Januari, februari, ideale maand om nog te kwalificeren voor de StarCamp. En ik geloof dat daar maart naar toegevoegd is. Dus je krijgt nu komende maanden nog de tijd om je naast al die acties titels te halen. En dan krijg je ook nog een beloning. En die beloning is de StarCamp om in mei naar een geweldige vakantie te gaan. En ik zet hem even terug naar, want ik ga even checken of het geluid daar staat. Of dat ook gedeeld wordt. Het geluid delen. Dan kun je even meegenieten van die prachtige startcamp.
Ja, staakcamp. Dit is bij far de mooiste locatie tot nu toe voor de staakcamp, heb ik begrepen van Erik Jans. Maar als ik zo de video zie, dan kan ik het beamen. Vroeger moesten wij hier organisatie aan of hoger worden om een reisje te kunnen van een reis te kunnen genieten van een ledentrip. Tegenwoordig al vanaf juni 10 exclusief een staakcamp voor Benelux. Dus benut die kans als je op reis kunt gaan, dus er al even zorgt, ja, neem het mee. Prachtig oord, helemaal nagebouwd van oude herkenbare steden in Spanje. Voor de kwalificatiecriteria, kijk even naar de FAQ's bij downloads. En belangrijk in ieder geval, junior team leader worden. Extra voor de organisatieleiders is er een leader trip. Dus pak je door, kun je dit jaar zelfs 2 keer op vakantie. En kun je mee naar Bodrum voor alle nieuwe organisatieleiders of organisatieleider plus. Kwalificeer je ook daar weer een prachtige vakantie naar een prachtig oord. LR doet er alles aan om tools te geven om door te groeien. Level Up hebben we al even besproken. Je gaat even sneller doorheen. Ja, dat is even de round-up, de follow-up van de kick-off. Ik heb nog een paar dingetjes opgeschreven die ik nog even wil vertellen. Het voorbeeld van Jalenka is natuurlijk een mooi voorbeeld. En voor degenen die denken van ja, dat ziet er allemaal mooi uit op papier. Jalenka heeft het vorig jaar dus werkelijk zo gedaan. Die 6.000 pw naar 60.000 pw is realiteit. Nou, we hebben gezien wat haar succes afgelopen jaar was. In januari dit jaar, zijn pas halverwege, heeft ze diezelfde omzet er al in zitten. Dus had al zilver staan nu, meer dan 60.000 punten, op nog niet eens voor de kick-off. Dus kun je nagaan, de manier werkt, zij is op 1 januari al gelijk mee begonnen. Heel clever, heel slim, omdat het toen ook al gelanceerd werd. Informatie hebben wij op ons Telegram-kanaal. Google wordt lid van Telegram sowieso. Telegram wordt het kanaal van de toekomst om informatie te delen. Op de makkelijkste manier voor ons om daar informatie op te zetten en voor jullie om het op te zoeken. Je hoeft niet alle informatie te weten, maar je moet weten waar je het kunt vinden. Gebruik de zoekfunctie bij Telegram, het vergrootglas. Typ daar Team van Gestel in en je krijgt alle kanalen te zien van ons. Je hoeft niet overal meteen in te zitten, maar wil je dus iets van de Body Mission weten, hebben wij een kanaal. Team van Gestel, Body Mission of Body Mission Team van Gestel. Je vindt het heel makkelijk op Telegram, word daar lid van. En daar staan alle kennis, alle trainingen, alle documenten die je nodig hebt van Body Mission staan daar. Hoe je een WhatsApp-party kunt geven, hoe je een proefrij kunt organiseren. Benut dat en kijk even terug als je een keer op een regenachtige zondagmiddag niks te doen hebt. Ja, gratis starten met Allerlei Z, zei ik al zo mooi. Dit product is voeding. En dit is de makkelijkste manier om gratis te starten met Allerlei. Want je hoeft de komende weken niet geen investering te doen in eten. Ja, en dan als afsluiter. Ik heb toevallig nog vandaag een leuk post gedeeld op LinkedIn. En ik heb daar ook afgelopen zondag iets over verteld. We kunnen alles aanreiken. En we kunnen zeggen: je moet dit doen, je moet dat doen. Maar moeten klinkt vaak een beetje negatief. Ik heb een leuk artikeltje gedeeld van moeten naar mogen naar willen. En daar gaat het uiteindelijk om. Waarom wil jij hier succes mee worden? Maak voor jou een doel. Plan een doel voor jezelf. Weet waar je naartoe wil. Weet wat je wil bereiken eind van de maand. Maak een plan erop. Kom in actie. En dan komen de resultaten vanzelf.